Zwembus, een soort rijdend zwembad in een vrachtwagen. 'S Winters staat de zwembus in een loods in Hilversum en 's zomers maakt hij ook nog wel eens een ritje. Al 10 jaar geeft Joop Hopman zwemles in zijn truck. En met groot succes, zo'n 1000 kinderen hebben in die tijd leren zwemmen in de rijdende badkuip van ome Joop. Een doodgewone loods op een doodgewone industrieterrein in Hilversum. Binnen staat een doodgewone vrachtwagen gestald. Zo lijkt het. Maar zo gewoon is die truck niet. Het is de zwembus van Joop Hopman, beter bekend als ome Joop. Heel apart, moet ik zeggen. Heel apart, ja. Ja, ik had de verhalen wel gehoord, maar het overtreft de stoutste verwachting. Het is inderdaad even wennen als je hier aankomt, maar dan moet je doorheen kijken, toch? Buigen, voetjes mee. Ome Joop geeft op zijn eigen wijze zwemles in de truck die al 10 jaar lang dienst doet. Eerst rijdend langs de Gooise dorpen buiten Hilversum. De bedoeling was om plaatsen heen te gaan waar geen zwembad is. We hebben dus hier rondom Hilversum hebben klei en veegrond. We hebben dag gestaan. Was het te zwaar voor? Nou, dan hebben ze dat doorgegeven aan elkaar. Dan komen de mensen naar mij toe. Het geheim van het succes van de zwembus is de eenvoud. Het eenvoudige systeem, als we veilig zijn. Als ze in het water vallen met kleren van de zomer, van de steiger afglijden, van de boot. En ze kunnen zwemmen. Wat doet Hopman anders dan anderen? Hij is lief. Hij heeft aandacht voor de kinderen en hij stimuleert ze. Geen sloot. Hou wassen. Nou, later gaan we het mee doen, gaan ze wel onder water zwemmen. Zo zit het hier in elkaar. Heel eenvoudig. Inderdaad, heel eenvoudig, maar wel effectief. En wat misschien nog belangrijker is, de kinderen vinden het leuk in de zwembus. Ja. Je vindt het geweldig, hè, bij ome Joop? Ja. Hij kijkt er elke week naar uit. En hoe was die meneer die de zwemles gaf? Ja, die was wel aardig. Ja? Nee, een showroom zou die misschien niet meer staan hebben. En dan hebben we het natuurlijk over het vroegere tv-programma en niet over een autoshowroom. Ah.